omhoog. Eén moment, ja. Okay. Momentje, klein momentje, zoals het eigenlijk vaak heet. Ja. Heeft u een klein momentje? Klein momentje, ja. Dat duurt dan drie kwartier. Drie kwartier. Ja. Taalkundig is het niet zo'n hele goede vondst, een klein momentje, maar het is ingeburgerd. Nee, momentje is trouwens al genoeg. Ja, momentje is ook al in het. Dames en heren, hartelijk welkom in Haarlem. Het is bijna kerst, het is donker, het is ook hier heel gezellig binnen. En ik heet u van harte welkom bij de inmiddels traditionele literaire kerstshow van de Pletterij. Want als iets twee keer bestaat, is het al traditie. Dat is ook heel fijn en geruststellend. En ik had al een gesprek met Kees Schafrat, de mede-organisator van deze middag, bekende boekhandelaar, ooit ook Haarlemmer lang, over de derde literaire kerstshow volgend jaar. Vorig jaar hadden we Pieter Waterdrinker. Dat kwam goed uit met die ellendige oorlog. En nu hebben we Mensje van Keulen, mevrouw van Keulen, zeg ik nog maar even. Die vanmiddag ook een prachtige uitgave zal presenteren met Kees Schafrat samen met twee kerstverhalen. Die zal ze straks ook voor u voordragen vanaf het katheder. En we vestigen ook nog even uw aandacht, en dat boek is ook te koop, op de dun gedrukte van Oorschot uitgave van een aantal verhalen. We gaan een vrolijk gesprek doen en dan onderbreken we dat hopelijk vrolijke gesprek voor die twee verhalen. Dan maken we het gesprek af en zo tegen 3:30 is er een kopje thee of een glaasje bier of een glaasje wijn. Mevrouw van Keulen, zeg ik maar even, mogen wij elkaar tutoyeren? Want ik herinner mij een anekdote over iets van het natte gras. Kan je die nog? Ja, nee, die hoorde ik in mijn jeugd, ja, ooit. Toen begreep ik hem nog niet echt. Vertel. Ik was nog heel jong. Ja, ik ben in Den Haag opgegroeid, dus er waren nogal wat moppen in de straat. Het was zo'n volksbuurt. En in de portieken hangend hoorde je wel eens wat van de jongens daar. En nou, dat was dan de mop. Zegt de jongen tegen het meisje, zullen we elkaar tutoyeren? Ja, zegt dat meisje, maar niet in het natte gras. Ja, ja dat las dat ik. Dat was hem dus. En ik vond het een prachtig. Ik vertelde hem thuis aan mijn vader en ging lachen, maar keek toen toch zorgelijk. Kan ik me voorstellen. Ik ging net nog even langs een van de twee, nou er zijn er wel meer antiquariaten in Haarlem. Toch maar even in de sfeer van de droeve humor te blijven. Ik kocht dit mooie boekje. Hij vroeg er €7,50 voor. Het heet Van Aap tot Zet. Prachtig boekje, ja. Met mooie tekeningen en mooie gedichten van Mensje van Keulen. Als ik dus mag tutoyeren. En die man zei, ik vraag €7,50, dat is een stevige prijs. Want mevrouw van Keulen wordt bijna niet meer verkocht. Pardon? Ja, dat vond ik. Ik heb dat onmiddellijk bestreden en ik zal deze antiquair gaan mijden. Huizing, en ik raad u aan om naar Hoving te gaan, hier in de buurt. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo, als ik aan jou mag vragen om daarover te bespiegelen. Nou, je wordt toch verkocht? Ja, zeker. En er gebeurt wel een hoop hoor, in letterenland. Dat merk je aan literaire uitgeverijen die aan het bezuinigen zijn en zo. Er wordt natuurlijk net als bij ontlezing naar allerlei oorzaken gezocht. Maar nee, het is. En ik weet ook van dat er mensen zijn, auteurs zijn, die niet meer een boek kunnen uitbrengen. Dat komt ook voor, maar dat is me nog niet overkomen. Nee, integendeel, nee. Ik heb geprobeerd te tellen. Jij komt op 435 boeken en 52 uitgaven. Kan dat ongeveer? Ja, maar er zitten bibliophile dingen ook bij. En er zitten 9 kinderboeken bij. Ja. Waarvan een paar wat dunner zijn. Uh-huh. Nee, soms doe je over een roman echt een paar enkele jaren. Dat kan gebeuren. Maar in Alles Raakt staat trouwens ook al de gedichten uit Van Aap tot Zet. En dat zijn 26 dierengedichten. En Van Oorschot is een keurige uitgeverij. Ik zit bij Atlas Contact. Maar toen ik dus gebeld werd ook van, ja, we willen graag een keuze uit uw werk in de gedundruktreeks. Dat was het eerste wat ik zei, maar ik leef nog. Want mijn voorgangers, ja, op Kees van Kooten, die zijn allemaal dood. Ja. Theo Thijssen, Carmichelt, Kampert, noem maar op. Ja. Dus ik dacht, nou, ik weet niet hoe lang ik nog meedraai, maar het is leuk dat ik het meemaak. Maar dat is een keuze inderdaad uit verhalen, kort werk. Ja. En dus, maar Van Oorschot, dus de uitgeverij, wilde ook de apen van Aap tot Zet gedichten erin. Nou, misschien kan je straks nog even de tijger voorlezen, want dat schijnt. Oh ja, nou, ik weet het. Alfons, Bertus, Carolina, Daantje, Elsje, Francina, Gera, Hannes, Isadora, Jochem, Kim, Lieselore, Maurits, Nina, Oscar, Paulijn,
Quirijns, Rita Sam, Tony, Tony Unico, Unico Victor Uwe Weinak, Serafijn, IJsband en Zizi. Victor Vleer, maar 26. Doe ik voor het eerst. Maar die 26 dieren die staan erin met nog meer dieren. Ja. En het is allemaal hetzelfde rijmschema en dezelfde lengte. En er zit een avontuur in. En vooral die letter. Steeds die letter. Nou, met je geheugen is niets mis. Nee, nog niet. Hou zo. Nee. Even terug naar je jeugd in Den Haag. Je had als roepnaam, koosnaam Manny. Hoe kwam je daar? Nee, het staat ook op het geboortekaartje. Oh, het staat op het geboortekaartje? Ja, hoe kwam je daaraan dan? Je ouders neem ik aan. Ja, nou, een heel klein geboortekaartje. Ik heb het nog. Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van Mensje Francine. Wij noemen haar Manny. En ik heb nog 3 nichten die zo worden genoemd. Evenals mijn grootmoeder. Ja, hoe kwamen je ouders aan die bijzondere naam? Mijn vaders moeder heette Mensje Francine. Oh, het is een familie. Ook genoemd Manny. Ja. Dus, kun je iets over je ouderlijk milieu vertellen? Ik las iets over schoonmaken in de tak van de moeder. Maar er waren wel boeken thuis. Kun je iets over je jeugd vertellen? Nou, ik heb best een geheugen hoor. Maar, ja. Was de Fultonstraat in Den Haag. Nee, in de eerste paar jaar zelfs. Nee, eerste half jaar scheen ik bij mijn grootouders te hebben gewoond. Oh. Die 7 kinderen hadden. En ja, mijn moeder was de oudste. Dus die sliepen allemaal in die kleine arbeiderswoning. En dan mij erbij gepropt. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Gezellig. Maar ja, ik ben nog net als Jan Hoekema. Van de naoorlogsgeneratie. Dat scheelde 6 jaar, want jij bent van 46, precies. Dat is alleen maar ontwikkeling van 52. Ben duidelijk ouder. Is dat taboe doorbroken? Maar trouwens, de Ed hierin, daar sta ik zo knap en jong op. Ja, fantastisch. Die is trouwens straks te koop. Ja. Als je dit boek koopt, dan krijg je gratis een Ed erbij. Dat is overduidelijk. Ja, heel mooi. Geen geld. In een beperkte oplage. Dus een beperkte oplage, dus vanmiddag sla uw slag. Maar dat nog even terzijde. Maar het ging even over je jeugd, dus grootouders, een tijdje, veel kinderen. Mijn vader kwam terug, dat was allemaal niet zo gepast, uit het Vreemdelingenlegioen na de oorlog. Oh, ja. Was daardoor ook stateloos een tijdje. Ach. Kwam in Den Haag in een huurkamer, ontmoette mijn moeder pad zwanger. Wat een schande was natuurlijk. Ja. Ja. En ja, ik heb het ook wel beschreven. Mijn grootmoeder zei dus ook dat ik katholiek gedoopt moest worden, anders zou ze mijn hoofd afsnijden. Dus, ik ken een heel bijbels begrip, hè? Het hoofd afsnijden. Een heel bijbels begrip. Ja, zeker. Ja. Nou, ik herinner me alleen maar als een hele lieve vrouw. Dus dat is natuurlijk de shock geweest van haar oudste dochter. En natuurlijk de smet op alles. Maar goed, dus daar heb ik een paar maanden gewoond. Maar daar heb ik geen herinnering natuurlijk aan. Toen een paar jaar in de Van der Neerstraat in de Schildersbuurt. Maar vanaf mijn derde dus in de uitvindersbuurt, Fultonstraat, Bijmert. Dus geen villa-buurt, maar ook geen Krottenwijk. Nee, maar wel netjes tegen de rand van het zand aan, tegen de rand van het zand aan. En dat was heel, heel prettig. Ja, kan niet anders zeggen. Maar werd er gelezen, want ik las ergens dat je de boeken van mijn vader en Polen stonden in jouw kast van jouw ouders. Werd gelezen? Er werd niet veel gelezen, maar mijn vader wel. Elke avond las hij, maar waren toch veel al detectives. Dus ik ontdekte inderdaad, en ik las verschrikkelijk graag, altijd naar de bibliotheek. Ja. Uit school rennen ook om een boek te lezen. Ja. En altijd voor als er iets kon, dan als je ziek was, verjaardag of wat, kreeg ik altijd boeken. Dus ik verslond alle Winnetous. En gek detectives heb je leven lang gelezen, toch? Ook. Randall, ja, Robinson. Ja, ook alles. Zeker. Ik hou toch van een zekere plot en cliffhangers. School is goed gegaan, je maakte school af. Ja, ging allemaal goed. Allemaal goed. En je ging daarna naar de Beeldende Kunstacademie. Ik ben nog naar de Koninklijke geweest. Maar toen wilde ik naar Londen en daar ben ik voor een deel ook naar de academie gegaan. Ja. Waarom wilde je naar Londen, het avontuur? De popmuziek. Popmuziek. We schrijven nu. Maar de meisjes uit mijn klas gingen naar Parijs. Ja, de 60. Ja, de nette meisjes gingen naar Parijs, of naar Zwitserland. Ja. Maar jij wilde naar Londen. Ik zocht ook wel zo'n vriendin dan op in zo'n dienstbodenkamertje waar dan één bed maar was. Dus dan moest ik op een paar handdoeken op de grond slapen. Dus wat dat betreft had ik het in Londen wat beter. Ja. Je hebt nooit een boek geschreven over die tijd. Wel later over Engeland, hè? Maar er zijn van die boeken Au Pair van Hermans en het boek van Sacha Blon was er over de au pair. Ja. Daar heb je zelf niet over willen schrijven omdat je jezelf niet het object wilde maken van je romans? Of? Nou, ik heb er wel deels gebruik van gemaakt in
in de roman Overspel. Want er zijn drie hoofdpersonages. En één ervan is au pair in Engeland. Ja. En wordt een beetje belaagd. Hij heeft een nare mevrouw bij wie ze is. Wat ik me herinner. God, ik lees nooit uit dat boek voor me. Ik weet het helemaal niet meer. Ja, ik weet het nog wel. Ik ken allemaal boeken. Maar dat heb ik wel iets van gebruikt. Ja, heb je iets van gebruikt. Maar ik heb wel altijd gezegd, ik wil fictie schrijven. En zelfs vroeger gezegd. En dan in de derde persoon, zodat ik helemaal me kan verstoppen. Ja. Maar op een gegeven moment merkte ik dat je ook fictie kunt schrijven in de eerste persoon. En dan is dat een hele andere manier van schrijven, maar dan kan je toch je fantasie de vrije loop laten. En, want na een jaar 15, 20 ben je met de ik-vorm En die beviel ook wel. Maar dat kwam bij dat boek, De Rode Strik, omdat ik merkte als ik vanuit het perspectief van een meisje van een jaar of 12 schreef, hoewel het bepaald niet voor kinderen is, dat het dan heel nabij kwam binnen die kinderwereld en de haat voor de man die haar moeder in huis haalt. En met haar zusje willen ze die man vermoorden. Lukt ook, ze krijgen een boem boem de trap af. Boem, dood. Ja. Maar goed, dat perspectief werkt beter dan van een alwetende verteller dat vertellen. Terug uit Londen, na dat jaar, of bijna een jaar. Ging je nog één jaar naar Den Haag of ging je meteen naar Amsterdam door, naar Londen? Ik ben nog naar Den Haag gegaan en toen wilde ik nog gaan varen. En toen heb ik nog ruim een half jaar tussen Hoek van Holland en Harwich gevaren. Maar wat deed je dan bij dat varen? Dat was echt een heel oud, krakend schip nog. Ja? En ik stapte in oktober op en ik herinner me alle novemberstormen daarna dat ik ontzettend zeeziek was. En dat ze dan zeiden shoppie, want ik had een winkeltje met sterke drank, horloges, sigaren, sigaretten. Oh, tax-free shopping deed je? Ja, en dan werd de bemanning zei dan ook shoppie, stop je maag vol, dan hoef je niet te kotsen. Oké, en daar verdien je wat geld mee, dat was prettig. En daar verdien ik mee, maar dat moest dus altijd bij Harris, moest je altijd overnachten. Ja. En er waren een stewardess aan beurt. Maar ik heb nooit last gehad. En nu met alle MeToo denk ik, jezus, daar ben ik goed doorheen gekomen. Dat is mooi om te constateren. Ja, ja. En toen naar het roerige, wilde, opwindende Amsterdam. Waar je... Ja, ik had een kalverliefde in Den Hagel. En hij ging medicijnen in Leiden studeren. Ja. En ondanks vriendjes en zo bleef dat hangen. En dat is de beroemde meneer L. Punt. Ja. Die in jouw laatste... Van hem heb ik de achternaam gehouden nog altijd. Want mijn zoon heet zo. Ja, dat vroeg me even af, want je bent natuurlijk super geëmancipeerd. En dan voel je, dan blijf je die naam van Keulen, mag ik nu wel onthullen, dat die meneer heette van Keulen. Die naam blijf je voeren. Heb je nooit overwogen om, toen die man de deur uit was, om dan zeggen, niks meer van Keulen, ik word weer van de steen. Nee, want mijn zoon heet zo en inmiddels mijn kleinzoon natuurlijk. Het stond al op het naambordje, het stond al op de post. Het stond al in mijn ziekteverzekering en zo'n leukje. En op al die boeken. En ik heb nog wel gezegd, een aantal jaar terug tegen mijn uitgever, ik wil gewoon Manny weer heten. Maar toen zei hij, dat kan je niet maken. Dus, Nee. Even terzijde, maar is meneer L. woont nu heel ver weg, rustig in Frankrijk. Hij woont in Frankrijk, hij is echt wel, hij komt niet meer veel terug. Co-ouder was hij misschien ook niet in de loop van de jaren? Nee, niet zo erg. Nee, soms zijn mannen wat onhandig met kinderen. Okay. Ja. Dus daar was meneer L. Die, maar mijn man van nu was heel lief voor mijn kleinzoontje. Ja, ik heb wel een hele tijd alleen opgevoed. Ja. Vrij lang zelfs. Ja. De Aldo die ook heel mooi in dat laatste dagboek overzicht. Ja, dat is heel raar, want die is nu 44. En ik tik nu het vervolg van het dagboek uit op verzoek, contract. En dan is hij 4. Dat is toch een beetje raar als je dat dan weer tegenkomt. Ja, maar wel mooi. Naar Amsterdam, propria curis, dat was natuurlijk geen dagtaak, maar daar hing je wel waarschijnlijk lang in de burelen en plekken van propria curis met veel drank en discussies. Politiek ook actief? Of? Ik kwam erin eigenlijk om de tekeningen, de cartoons. Ja, want dus jij kon goed tekenen. Ik kon het nog. Ja. Literaire en politieke spotprenten maakte ik, maar ook korte verhalen. Want ik had er al een paar in Hollands Maanblad gepubliceerd. Ja. Dus het was nog echt een tijd dat ik moest balanceren tussen schrijven, tekenen, wat ging ik volhouden. En uiteindelijk heb ik het voor schrijven toch te komen. Waar leefde je van in die jaren? Want bij procureurs had je weinig inkomen, denk ik. Nee, want Lon, mijn man, toen had een inkomen als wetenschappelijk medewerker aan de universiteit. Ja. En ik had ook al inkomen door mijn boeken. Ja. Ja. Jan Bleker-Zomer is je had natuurlijk eerst de verhalen. Hè? Mm. En de beroemde roman Bleker-Zomer, ik geloof 25ste druk.
inmiddels met heel veel verschillende kaften. Maar dit is de originele. Ja, dit is echt een tijdgebonden. Tijdgebonden ja. Plaatje. Het is misschien wat vaag van in de verte, maar er staan van die vage antennes op platte. Daken zaten vol antennes. Ja. Fantastische kaft. En wat ik ook zo grappig vind, jij wordt wel gelukkig op de kaft genoemd, maar binnenin is niets te zien. Geen foto, geen tekst. Nee. Het is net alsof er een soort iets in de meute is gegooid van, nou, dit is wel een leuk boek. Kijk maar eens even, wat is de geschiedenis hiervan? Ja, nou, dat is aardig dat je dat zegt ook, want ik heb daar zelfs nooit bij stilgestaan. En bovendien, die duik die je ineens nam in zo'n hele nieuwe wereld van boeken. Dat was ook al heel bijzonder, maar een portret erop, daar dachten we helemaal niet aan. En bovendien, je hoefde niet al die interviews te doen en overal te komen. Dat boek deed het gewoon aan de hand van recensies. En dat heb ik echt door al die decennia heen heel sterk zien veranderen. Dat de schrijvers vaak helemaal voor het boek zijn gaan staan. Ja. En dat ze echt een X-factor moeten hebben. En heel erg in de openbaarheid moeten komen. Liefst op televisie enzovoort. Ja. En of dat boek, dat hangt er dan een beetje aan soms. Misschien helpt het ook wel niet erg bij ontlezing en zo. Want soms is het maar pulp. Nou ja. Interessante. Sorry. Maar jij werd dus bekend door het boek. Maar je was als persoonlijkheid nationwide bekend. Hè? Nee, en ik was ook heel huiverig om te verschijnen. Ja, je had ook nog geen Adria van Dis. Ik weet niet meer of het in de jaren 70 programma's waren over boeken. Niet veel, denk ik. Ja, Sonja Barend deed Sonja iets. Barend deed wel eens wat, maar jij was niet een bekende persoon. Ik werd wel gevraagd ook en dat deed ik niet. Okay. Nee. Nee, je wordt niet veel te bang. Oh, eng. Oh. Ja, ja. Wat ik zo ontzettend mooi vind, want jij gaat straks nog voorlezen. Ik wil zelf, als het mag, heel kort iets uit Blekers Zomer voorlezen. Wat ik zo ontzettend mooi vind. Het is eigenlijk een heel treurig, maar ook komisch boek over meneer Bleker die zijn huis verlaat. En dan loopt het allemaal toch wel vrij somber af. Maar ik lees even twee korte passages. Het licht uit de koelkast viel gemeen over de knokigheid van haar knieën. Ze zette de schaal laag weg en veegde een piek haar die voor haar ogen hing achter haar oor. Van een vakje hoger haalde ze een plastic schaaltje tevoorschijn waar ze aan rook en nog eens aan rook voor ze het terugzette. Van dat stuk lever hoefde Bleker geen toosje. Ja. Hoe kom je op zo'n tekst? Ja. Elk woord lijkt me een fictie. Ja, maar waar haal je het vandaan? Ja, dat weet ik niet. Dat zei mijn moeder wel eens ook. En dat is grappig. Je zegt dezelfde woorden. Want toen ik de Rode Strik schreef, dat was vlak voor ze. En toen niet lang daarna overleed ze. En toen heb ik dat boek zelfs op de kist genomen toen. En dat speelde een beetje in de contraille van mijn oude buurt. Met kinderen op straat en rotzooi maken en zo. En toen zei ze ook, kind, waar haal je het toch vandaan? En toen dacht ik, nou, een betere definitie van fictie is er niet. Het is gewoon echt fictie. Ik weet het niet. Nee. Want ik heb ook een aantal kinderboeken geschreven. Een kleinkinderboek zelfs met Jae Chung King samen, die dat geweldig heeft geïllustreerd. Vooral de boze vrouw erin, want dat vindt Jae Chung King, geloof ik, toch het prettigst als er een kwaadaardig persoon ook in voorkomt. En ja, dan begrijpen mensen dat het allemaal uit je verbeelding komt. Ja. Hè, dat je een vampier familie, een kinder haalt en wat dan ook bedenkt. Maar zodra je een realistisch verhaal of roman schrijft, dan heeft men toch de neiging om te denken van, dat heb je beleefd, dat heb je gehoord, gezien. Maar dat komt uit hetzelfde voort. En je zal wel eens wat gezien en gehoord hebben. En dan kan je dat helemaal uitbreiden. Maar dan beginnen die personages mee te doen en die houden je wakker en die halen je bed uit en gaan we door. Het is eigenlijk een uitvergroting van het dagelijkse leven. Ja, maar ook compacter. Maar compacter. Want dat is wat je maakt het groter en kleiner. Ja. Maar het krijgt een andere vorm, terwijl je, en dat is bij fictie, als je terugkijkt over lange tijd, of het nou Huckleberry Finn is of Anna Karenina of David Copperfield, al die fictie, dan zie je toch hele levensgeschiedenissen heel compact in feite weergegeven. Ja. Toch moet je ook heel veel, voordat je debuteerde op vrij jonge leeftijd, je was 26, 27, 25 met Bekerszomer, toch moet je ook heel veel wat we nu zouden noemen foute mannen hebben ontmoet. Want als ik nou even dit stukje uit, heel kort, uit Blekers Zomer ook voorlees, over Gerry die met zijn oude vriend, Bleker, de hoofdpersoon, ontmoet zijn oude vriend Gerry. Met een zucht, ze gaan samen eten, met een zucht deden ze de bovenste knoop van hun broek los.
die twee mannen. Van de rijsttafel was slechts een half kommetje rijst over. Gerry klokte het laatste kwart pils weg, boerde en wenkte een tenger dienstertje. Twee koffie en de rekening, juffrouw. Hij keek haar na. Die ploppertjes, een tailletje, een kontje, zei hij tegen Bleker op vertrouwelijke toon. En mooi dat die chocola is tussen de lakens. Het meisje zette de koffie op tafel en Gerry keek haar recht in haar gezicht en zei dat ik nog nooit zo goed gegeten had. Ja. Fantastisch, maar ja. Heb je in die jaren voor Bleker zomer dan goed rondgekeken en heel veel van die foute mannen ontmoet? Nou, nee, het, en de boel slaat soms ook een beetje door. Nu, moet ik zeggen, als oude mevrouw. Ik had een hele aardige vader. Ik had een heel zachtaardige broer. Ik had ontzettend lieve ooms. Ik heb zelden een nare man ontmoet. Hoe kom je op deze zich niet goed gedragende... Ik kende wel een soort loesje types in Amsterdam. En die konden zo praten, maar die hadden ook een klein hartje. Mm-hmm. En ja, het is allemaal zo veranderd. Als ik terugblik, dan denk ik, ja, er zijn ook wel eens een paar extreme geweest die minder aangenaam waren, maar vrouwen konden ook vals en ontzettend onaangenaam zijn. Dus ja, ik wil niet zo graag onderscheid maken. Nee, men viel ook niet zo, denk ik, over dit soort mannen. Er was nog geen MeToo. Nee, nou ja, je kon sowieso meer zeggen. Hoe is je loopbaan, voordat we dan even gaan onderbreken voor het grote moment van het voorlezen, ging die loopbaan na Blekerszomer vanzelf? Er rolde elke twee jaar wel een... Nee hoor. Ieder boek, zeker ieder roman, maar ook bij een kort verhaal, dat is... Nou ja, dat zeggen natuurlijk zoveel schrijvers inmiddels. Kan een hoop kopzorg betekenen. En waardeloze nachten en zenuwen en denken en roepen. Ik bedoel, voor mijn man en zo moet ik soms een kwelling zijn geweest door te roepen. Ik kan het niet meer. Hoe krijg ik het tussen een hoofdletter? Writersblok heet dat tegenwoordig. Maar als je eenmaal bezig bent, dan word je een ander soms. Je raakt in een vreemd soort roes. En dan... Ja, dan soms ben je dan ook gelukkig als door die verbeelding je als het ware iets wordt aangereikt. Ja. En dat is me natuurlijk toch vaak overkomen. En dat is misschien ook wel waarom je het doet. Ja. En ook omdat ik het toch prettig vind om de mensen vertellingen te geven. Wat ik in mijn jeugd al bij thuis deed, bij mijn broertje en zusje, altijd verhalen verzinnen en voor anderen opstel schrijven en zo. Dus ik hou ervan om te vertellen. Mm-hmm. Het was ook een tijd dat er veel werd gedronken en gefeest. En je haalde, lezen we overal, ook in die dagboeken, de nachten door, de kring en Café de Pels, waar je dan met een auto naartoe reed, nog geen toeristen. Amsterdam was heel anders, losser, makkelijker. Dat weet je ook, hè? Ja. Ja, precies. Ja. En dat deden we natuurlijk allemaal in die tijd. Maar jij had dan toch de discipline om hoe werkte je toen je nog zo jong was en in dat wilde leven van Amsterdam je gang ging? Had je dan toch wel een soort schrijfdiscipline? Nou, het was meer alle tijd die overbleef. Ook toen ik mijn zoon als baby dan toch wel alleen deed. Dan kies je je tijd weer anders. Maar er was altijd wat tijd waarin je dat toch weer kon doen. Mm-hmm. Maar het denken aan waar je aan bezig was, dat gaat gewoon door. Ja. He, van elke info die je krijgt natuurlijk van, dat moet ik onthouden. Noteerde je die in een boekje of zo? Of, Zelden, maar ik deed het ook wel een keer. Ja. Af en toe. En ik heb ook een boekje naast mijn bed. Maar als het echt moet, dan knip je het licht aan. Je hebt een goed geheugen, dat zien we nu ook. Ja, nee, maar soms ook niet. En dan, maar dan kom je weer op een ander idee. Ja. Het houdt niet op. Ja. Nou. En die boeken die waren niet, laat ik zeggen, het product van een ongelukkige jeugd. En sommige schrijvers wel deden. Het huwelijk van mijn ouders was niet zo best, nee. Mm-hmm. Maar ze deden toch allebei hun best om dat te maskeren. En voor ons waren ze heel plezierig. En we mochten het was een gastvrij huis. En, nogmaals, hele aardige familie en een heel contrasterende familie. Mm-hmm. Want van mijn moeders kant was alles katholiek. En van mijn vaders kant, die uit de buurt van Zaandam, Amsterdam kwamen, die waren gereformeerd, hervormd. Het was een enorme, want mijn vader was de jongste van 16 en mijn moeder de oudste van 7. Dus er waren zoveel ooms en tantes, neven en nichten. Dus als er een verjaardag was, dan was er een enorm contrast aan als de borrels erin waren over hoe ze over godsdienst spraken en zo. Dus je hebt in je jeugd wel wat gehoord en gezien. Ja. En als je begint te schrijven, dan dat merk ik aan mijn eerste en oudste verhalen, waarvan er ook een paar in alles raak staan, dan grijp je daar ook wel weer een beetje op terug. Ja. Dan,
En ja. jouw mededebutanten, waren natuurlijk mensen, naast mensen van Keulen, Maarten Biesheuvel en Maarten het Hart. Biesheuvel leeft niet meer, Maarten het Hart leeft nog, een grote vriend van je. Had je nog andere schrijvers met wie jij je identificeerde of aan wie je je optrok of voorbeeld? Of haalde je die meer uit de oudere literatuur van Reven, ja, en Elschot? Ja, vaak aan oudere literatuur en ook wel de tachtigers. Ja, ja, ook de hele somber literatuur van Oudsworn, maar Eemans. Ja. Ja, daar hield ik ook vooral Eemans, die toch sober was. En van Schoenen ja, ook? Hield ik, maar ik wil ook wel lachen, hoor. En, ja. En in mijn tijd, ik moest erg lachen om Bob den Uyl bijvoorbeeld. Vond ik geweldig. Die gekke leuke, ja, die grappige ja. korte verhalen ja. en die humor, dat vond je en ook. En verder natuurlijk Edgar Allan Poe, hè, wat ik door mijn vader ja. ontdekte toen als ja. 12, 13-jarige. Er ging een wereld open die zo eng was, die je niet kon begrijpen. En dat is een groot voorbeeld voor me geweest. Maar ook verhalen, zo'n boekje met verhalen die Hitchcock koos. Bijvoorbeeld, dat allemaal bestond. Ja. Dat zou best wat gedaan kunnen ja. hebben. Maar wat betreft in mijn omgeving, er waren Renate Roemenstein, Hella Haase, maar er waren niet veel vrouwen. Nee. Eind 60, begin 70, dat is er gelukkig nee, later. Maar ja, Meulenbelt, maar dat zat wel heel erg dat in de feministische hoek. Ja, dat ja. kwam, en dat kwam, politieke ja, hoek. Ja, ja, ja. Maar... ik bijvoorbeeld, mijn 65e verjaardag werd gevierd in Den Haag in een, hoe heet het, de Korenbeurs. En toen zei ze, nou, vraag een aantal schrijvers die in die tijd die je kende, die in die tijd publiceerden. En ik kwam op niet één vrouw. Dus de mannen die kwamen, dat was Jan Donkers, Maarten ja. Biesheuvel, René Appel, Kees van Kooten. Nou, allemaal. Dus dat was ook jouw wereld, meer een mannenwereld. Ja. Je hebt natuurlijk wel Tessa de Loo en Elke Noordervliet, maar die, dat is in de jaren 80, denk ik. Nee, dat is iets later. Dit zijn later jaren 80. Ja, later, ja. Ja, ja. En je zat ook in de redactie van Maatstaf, waar je met veel mannen werkte. Ja, met Gerrit Komrij, Martin Bos, Theo Sontrop en Dirkje Kuik. Maar in die jaren werd Dirkje William Kuik. William Kuik, en die kwamen ook wel allemaal bij jou thuis, bij jullie thuis. Ja, toen ging dat allemaal nog. Je belde gewoon aan, dat heb je ook wel eens in een interview gezegd. Van, je moet tegenwoordig iemand appen van, kan ik je bellen? Mm. In plaats van gewoon er naartoe aanbellen en dan omhoog. En afspraak maken. En, ja, alles moet op afspraken, alles moet gepland. En mensen belden wel eens bij jou aan, belden misschien op. Maar die kwamen dan gewoon de trap op. En stond je weer te koken. Stond je weer te koken, want jij kookte. En meneer L. deed weinig aan koken, geloof ik. Ja, maar het had het ook iets gezelligs en iets vrolijks? Of was het ook je tobben? Deed het. Je deed het ook vaak tegen je zin, maar je deed het. Ja, ja tuurlijk. Ik geloof dat ik in die dagboeken uit die jaren behoorlijk geklaagd heb ook, hoor. Ja. Maar wel naar de wereld om me heen keek. Je bleef vrolijk klagen en je was altijd toch... Ik kan behoorlijk mopperen. Maar wie niet? Maar je moppert wel mooi, hè? Ja. Dus dat is het toch ja, ook... Maar, ik hoor vaak, oh, daar heb je haar weer. Oh. Goh, ja. Nou, beschouwd als complimenten. Mensen lachen en geloven ze het niet als ik het meen. Maar nee, En, wat een diepte interview. Ja, maar je hebt een hekel aan interviews, las ik ergens. Maar ook weer niet, geloof ik. Nee hoor, dit is wel gezellig. Nee. Ja, ik had donker ook. Dus, ja. Nou ja, ik heb dat prachtige laatste deel van je dagboeken gelezen over pen. En de verwijdering, wat natuurlijk heel pijnlijk is met meneer L. Dat duurde lang, want je voelde ook een loyaliteit. En toen het kind er was, wat hij eigenlijk niet wilde, voelde je ook nog steeds loyaliteit. Heb je achteraf gezien te lang die loyaliteit vastgehouden, volgehouden? Jawel, toen ik het allemaal uitchikte, dacht ik ook, alsof ik een... Want ik moest ook de distantie krijgen, want het is heel moeilijk om over jezelf de werkelijkheid uit te tikken. Dus hoe doe je dat? Om te proberen te kijken alsof het fictie is. Dat was een manier om het te kunnen. En dan kon ik echt wel roepen naar dat personage wat je dan zelf bent. Stom wijf. Was toch weggegaan. Ja, zo. Had hem toch had de deur uitgeschopt. Ja, maar houden van. Dat is heel moeilijk. En trouw willen blijven. Ondanks al die tijden. En niet willen geloven dat iets stuk kan gaan. Of zelfs ontkennen dat iets stuk is. Wel ergens in de gaten hebben dat...
je man wel met een ander houdt, maar toch zeker weet dat het niet zo is. En je door van nee, dat maar direct willen geloven en zo. Het is natuurlijk heel menselijk. Ja, want meneer L. had al lang een relatie waar je afhankelijk niet zoveel van wist. Want er waren nog geen mobiele telefoons en zo. Met mevrouw C. En dat heeft hij zelf opgebiecht? Of kwam hij daarachter via een bolletje van de stomerij? Nee, op een gegeven moment biecht hij dat op toen het kennelijk niet meer houdbaar was. En okay. Ik ook steeds somberer werd natuurlijk, want natuurlijk merk je wel iets. Ja, ja je merkt nee, het was alsof er de wereld ontplofte. Ja. En hoe noemde je, hoe noemden jullie mevrouw C. ook alweer? Of hoe noemde jij mevrouw C.? De man in kwestie noemde mevrouw C. de fruitboom. De fruitboom. Ja. Ja, dat is wel een hele wonderlijke... Iets wat ik graag in het dagboek dan ook gebruik. Of... Ja, dat heb je goed gebruikt. Maar ja, als iemand midden in een dagboek leest over de fruitboom, heeft hij geen idee wat dat bedoelt. Nee, maar je legt het goed uit. Dus koop die boeken, lees die dagboeken. Wat gaan we ver met dit? Ja, we gaan maar even stoppen, want dan wordt het allemaal... Dan gaan we een beetje afkoelen. Ik moet het ook nog voorlezen. Ja, je gaat nu, als je het wil, mag je die twee verhalen, korte en lange... vertel er even wat over. Dan, ja, oké. Okay. Ik... Want voor de speciale decemberdagen natuurlijk en bijna kerstmis. En we doen maar net of het kerst al is. Is de bedoeling dat voor deze mooie uitgave er een kerstverhaal in zou staan. Maar het eerste kerstverhaal waar ik op kwam, is een verhaal dat ik schreef 53 jaar geleden. Dus nog voor Bleke Zomer. En dat staat er ook in. Mijn eerste werk werd ook nooit gecorrigeerd of wat ook. Dus er stonden ook wel eens wat foutjes in. En ook nu, als ik het zal voorlezen, zou ik ook denken van... wat nostalgisch. Ja. En ja, ik was nog jong. En het tweede verhaal is later geschreven. En daar komt kerst ook wel in voor. Ik had nog wel een derde, maar ja, daar kwam ik eigenlijk niet op. En dat was eigenlijk toch wel iets te recent en misschien ook lastig voor. Vorig jaar heb je in Trouw een kerstverhaal. Ja, dat was ook een kerstverhaal. Gepubliceerd over een valpartij en een kerstmaal met puntijsje. Twee mannen in de sociale werkplaats een mevrouw overeind helpen. En die dan aan huis komen en eigenlijk niets willen behalve een puntijsje. Ja, wel een mooi compact verhaal. Ze komen verhaal. Ook met de kerst worden ze uitgenomen. Ze heeft een sikkeneurige man, een leraar Engels, die er niks in ziet, maar die toch... En de laatste regel smelt als blijkt dat ze ook aan hem gedacht hebben. Had je ook hierin kunnen... Had er ook nog, dan krijg je nog een katern. En ja, wordt het een beetje te dik. De ontzettend aardige zetter, Jan Keizer, die zou dan nog meer letter voor letter moeten zetten. Ja. Zullen we misschien dan maar, ooit een andere uitgave, wie weet. Meneer Schafrat. Ik heb ook nog een oud en nieuw vers trouwens. Misschien kom ik daar ook nog aan, dat is ook wel aardig. Goed dat idee. Staat in alles raak. Ja. Ja. Zullen we maar aan de bak? Ik zal mijn best doen, ik zal eens kijken. Zou jij daar heen willen lopen, dan gaan we op. Ja, ik kan nog wel lezen zonder bril, maar ik zet toch iets op om niet te struikelen. Ja. Staan. Oké, en ik kan ook staan. En ik zal even de mensen laten zien. Kijk. Ik laat even zien, want het is zo'n mooie ads. Ja, die ads krijg je erbij. Gemaakt door Wilde Landman. Allemaal genummerd. Dus ik zie er echt beter uit dan op foto's. Ja. Het is klein verschil, maar het is hele mooie ads. Het is een oplage van 100, dus wees snel. Allemaal met een vloeipapiertje. Ik leg hem maar even neer, want straks valt hij er misschien uit. Ik wil je uitnodigen om langzaam maar zeker uitgenodigd? Okay. Naar het katheder te gaan. Ik neem even een slokje. Neem een slokje. Ja. Dan gaan we chargeren. Ik zal het even nemen. Dan laten we het op die stoel. Okay. Oh, het lag er zelfs. Het ligt er zelfs. Okay. Nou, wereldpremière, want ik heb u natuurlijk nog nooit uit voorgelezen. Heel mooi. Twee kerstverhalen, die twee woorden zijn in rood gedrukt. Oké. Oh, daar staat het. Oh, ik zie het. Zal ik er even neerleggen, anders kan ik dit niet ophouden. Ik kapseis gewoon even, ik heb toch gevaren. Dus.
Jezus in de uitverkoop. Ben ik verstaanbaar? Ja. Oké. Okay. Kerstmis 1958. Ik had griep gehad, maar omdat ik de oudste was en omdat het bij kerstmis hoorde, mocht ik 's avonds na het eten gaan biechten. De zijbanken zaten vol zondaars. Je moest aansluiten en elke keer als er iemand de biechtstoel verliet, schoof je een plaatsje op tot je op de eenpersoons fluwelen stoeltjes knielde en je bijna aan de beurt was. Op dat ogenblik kreeg ik altijd buikpijn. Een groet fluisterend betrad ik het hokje en tuurde door het betraliende raapje naar de schim erachter, die op mijn zonde af en toe terugfluisterde: foei, of sterk zijn. Tot slot zei hij: dit de oefening van berouw. En ik bad en raakte zoals altijd de zinnen kwijt en ging verder van me. Hij verstond het toch niet, omdat hij bezig was de Latijnse vergiffenis voor me aan te vragen. Bied drie onze vaders en twee wees gegroeten. Ik bedankte, ging de biechtstoel uit en liep naar voren, waar ik mij in gewaande eenzaamheid overgaf aan de macht van de eeuwig brandende godslamp. Daar zat God, ook in het kluisje, het tabernakel. Opwindend kwam hij er maar eens uit. Intens bad ik de boete, zo traag mogelijk, omdat dat een kwelling was en een kwelling betekende een offertje. En door een offertje kwam je hoger in de hemel. De koster sloop over een zacht tapijt en stak wat kaarsen aan bij Maria. Iedere kaars kost een kwartje. Bijna huppelend verliet ik de kerk en stortte een restje zakgeld in de pot voor de armen. Op straat huppelde ik verder, floot van plezier en kwam thuis met pijn in mijn zij. De kerstboom, lekker fris, een beetje vochtig, werd net uit de tuin gehaald. Elk jaar was hij een beetje groter, tot hij precies tussen vloer en plafond paste. En dit jaar moest er een stukje af, omdat anders die vol met belletjes hangende piek er niet op ging. Tevreden keken mijn broertje, zusje en ik toe hoe onze vader de ballen hing. Stil en verrast keken we naar die ballen en andere figuurtjes die weer mooier van kleur waren dan vorig jaar. Onze moeder liep rond met koffie en chocola en gaf af en toe een aanwijzing. Zeg, pa, zou je die bal niet wat meer naar rechts hangen? Nee, niet die rode daar. Eraan komen deed ze niet. Als de boom klaar was, mocht zij met de stal beginnen. Ze nam een vel fretvrij papier, zo'n vel waar ze een week later hete oliebollen op liet uitdruipen, en maakte er een prop van. We lachten. Nou, rustig, anders gaan jullie naar bed. We bleven rustig, anders mochten we niet mee naar de nachtmis. De prop werd opengevouwen en er ontstond een machtig rotslandschap. Voor de rotsen kwam groen namaakmos, dat elk jaar korrelager werd. De kribbe ging eerst op de grond. Dan kwamen de os en de ezel. Maria en Jozef en de herders met hun schaapjes. Ook de drie koningen werden ver in een hoek neergezet. Anders moesten ze, hoe jammer, in de doos blijven tot 6 januari. Mooie stal. Voorin een pitje dat ik overdag stiekem aandeed en dan weer uitblies, omdat ik dan mijn vinger in de was kon steken, waardoor een prachtige blaar ontstond om aan te kneden en zachtjes in te bijten. Een hele mooie stal, maar die van oma was nog mooier. Die had een echt houten huisje met stalraampjes waarachter rood papier zat. Het stro in de stal had al eens in brand gestaan en werd toen met net gezette thee geblust. De schaapjes hadden nog een geblakerde buik. We dronken nog een kop chocola, maar mochten niet meer eten. Als je wel had, mocht je niet ter communie. En dan viel je als zondig op, want bank na bank gleed de voot naar de communiebank. Maar zo'n lekker kerstkransje was een te grote verleiding. En ik pikte er stiekem een, at het op de wc op, stak mijn vinger in mijn keel en kotste het weer uit. Ja, is echt gebeurd, hoor. Een reine maag, een rein geweten en straks met Jezus lichaam een reine ziel. Om 11:00 kregen we onze zondagse voor de kerst vaak nieuwe kleren aan en wachten tot de klokken zouden gaan slaan. Onze vader ging naar bed. Hij was gereformeerd. Een heide dus, volgens mijn oma, voor wie je moest bidden.
Oma had bij mijn geboorte gedreigd mijn hoofd eraf te snijden als ik niet katholiek gedoopt werd. Daar heb je het. Ja. Hetzelfde lot zou later mijn broertje en zusje wachten als haar wil niet geschiedde. Ze bad vast voor onze vader, niet wetend dat hij zelf op zijn manier bad. Voor hij ging slapen knielde hij altijd voor een stoel, riep de hond, Porky, Porky. En als de hond gearriveerd was, liet hij een wind. Dat is ook waar. Na de eerste klokslagen trokken we onze jassen aan en gingen op weg. De nacht leek warm, er liepen veel mensen. De lichten in de huizen brandden, de feestverlichting op straat was nog aan en ik voelde me opgelaten. Ik was een edel kind met aan weerszijde een grote bleke engelbewaarder die me voor alles slechts behoedde. Dag, zei ik ze wel eens van binnen en raakte ze even aan. Ze waren zo dichtbij vlak na het biechten. De priesters, de kerk, alles was prachtig versierd. Het koor van huisvaders leidde in en we zongen zo hard mogelijk mee. Er is een kinderkamp geboren op aard. Ogen werden vochtig en zoals altijd viel er iemand flauw. De moeilijke liederen zong het koor alleen. Het orgel klonk zo hard met dat mijn lijf er slap van werd. Het hout van de bank trilde onder mijn billen. Ik dacht aan mijn goddeloze vriendjes en vriendinnetjes in de straat en werd verdrietig voor ze, want het orgel was zo mooi dat Jezus wel moest bestaan. De mensen waren ernstiger dan op een gewone zondag. Bij de consecratie was de kerk doodstil. En na de laatste gongslag merkte je hoe vol het was. Dan barstte een gigantische hoesbui los. We gingen naar huis, vergezeld door opa, oma en enkele ongetrouwde tantes. Ze hingen aan elkaars armen. Je kon zien dat de vrouwen familie van elkaar waren. Ze waggelden met dezelfde zwaai. Onze vader, de heiden, kwam uit bed en we gingen aan tafel. Een prima ontbijt met kerstel vol spijs en mandarijntjes. Voor wie meer wou, stond er nog een kist vol onder de boom. Elk jaar cadeau van opa. We feliciteerden onze vader met het kerstfeest. Staken de lampjes aan in de boom door dat ene boomlampje weer vast te draaien en brandden het pietje in de kerststal. Tante Miep was weg van de beeldjes. Ze draaide ze rond in haar handen. Het weegt haast niet, zei ze. Nee, zei onze vader, dat maken ze van papier-mâché. Mooier dan gips, vond ze. Een maand later kocht ze in de uitverkoop zo'nzelfde stel. En vond het nog mooier, omdat het nu de helft minder kostte. Voor de volgende kerst, zei ze, een kopie. Zo. Dat was een behoorlijk autobiografisch verhaal. Maar nu komt er een langer verhaal en dat is echt fictie. Het is echt flink verhaal. Ja? Donkere dagen, nou, dat komt wel uit. Doris woonde alleen. Haar dochter Wiesje was al meer dan 20 jaar het huis uit. En 3 jaar geleden had ze Jan Willem, haar man, verloren. Dat was gebeurd toen ze voor een etalage met een stil leven van een koperen pot, een spel kaarten en een goudse pijp stonden. Jan Willem zei dat het pijpje goed zou roken van de prijs die het doek moest opbrengen. En terwijl hij zijn ogen liet gaan over een portret van een struise vrouw in baljurk en een paar prenten van zeeslagen, had hij uitgeroepen, nep, allemaal nep. 2 tellen later was hij in elkaar gezakt. Het was een goed huwelijk geweest. Dat beaamde ook professor Frits Hartman, Doris buurman en vriend des huizes. Jan Willem was een prachtkerel, had hij vaak genoeg gezegd. En deze korte, krachtige typering had het voor Doris makkelijker gemaakt wat meer met hem om te gaan. Ze hadden een abonnement op opera serie A en strijkers met variatie en gingen af en toe naar de film. Dit laatste altijd op een doordeweekse middag, omdat ze het gevoel hadden een privévoorstelling te beleven. Het hoogtepunt van de week was evenwel de zondagmiddag in Doris huis. Ze namen het nieuws door, bespraken het wel en wee van Wiesje en speelden uren Scrabble om, zoals Hartman zei, de geest letterlijk wakker te houden.
Ten slotte aten ze samen en dronken van de fles wijn die Hartman had meegebracht. Er ging geen zondagmiddag voorbij of hij prees Doris kookkunst. Na een half jaar dacht hij te kunnen voorspellen dat ze de zondag na de kip met bosuitjes en puree haar eigen gemaakte viskoekjes met rijst en gepeperde boontjes zou opdienen. Maar ze wist hem elke keer weer te verrassen. Dat Hartman na haar maaltijden uitzag, verhoogde Doris plezier in het koken en deed haar gretig nieuwe recepten lezen die ze al van papier kon proeven en vervolgens naar eigen smaak bereiden. Iemand zien smullen van een timbalo di patata was een genoegen, maar toekijken hoe Hartman zijn ogen toekneep en de eerste hap al echt wat je noemt savoureerde, was een genot. De laatste weken gedroeg hij zich echter steeds minder toeschietelijk. Hij leek soms zelfs te mokken en als hij iets zei, klonk meer dan eens een ondertoon van ergernis. De vorige zondag was hij wel een uur later gekomen, omdat hij, beweerde hij, last van zijn maag had. Iets waar weinig van viel te bespeuren toen hij de kabeljauw in traditionele citroenbotersaus tot de laatste flinten verorberde en een aardappel in de rest van de saus fijn prakte. Dat er iets was veranderd, was vooral duidelijk in de spelletjes Scrabble. Hij ontpopte zich als een kind dat wil sarren. Een chagrijnige pestkop die erop uit was zoveel mogelijk negatieve woorden op het bord te leggen. Niks, niet, oorlog, dof, arm, pijn, pech, droef, bedrog, last, snot. Van droef maakte hij dan nog droefste en van pijn pijntjes. Hij zou geen leven leggen, maar nevel. Geen parel, maar lepra. Geen stang, maar angst. Geen tor, maar rot. En als hij kans zag, legde hij rot of pet nog voor een ander woord. Doris trachtte het verschijnsel te negeren. Ze wist ook wel waarom hij zich zo gedroeg. Het kwam door de kat die Wiesje en haar nieuwe 15 jaar jongere vriendin Gloria in huis hadden gebracht. Een rood katertje waar ze ogenblikkelijk voor gevallen was. Dat kan toch niet, had ze desondanks geprotesteerd. Misschien overleef ik hem niet. Natuurlijk wel, zei Wiesje, en anders nemen wij hem. Ze hadden ook een mandje meegebracht, een kattenbak, een doos vol blikjes voer en een halsbandje waar niet alleen het adres aan de binnenzijde op stond, maar ook de naam Jan Willem. We hebben hem uitgekozen, zei Wiesje, omdat hij zo op papi lijkt. Precies zulk rood haar en een beetje mollig. Jan Willem, zie je dat hij luistert, mam? Ik ben niet bekend met huisdieren, had Hartman zuinigjes gereageerd toen hij aan de nieuwkomer werd voorgesteld. Dat leert je wel af, had Doris gedacht. Ze zou hem wel eens laten zien hoe plezierig het gezelschap van een kat kon zijn. Maar het leek wel of Hartman het dier nooit zag, zelfs niet als het op tafel sprong, vlak bij het scrabblebord. Toen hij er eindelijk wat over opmerkte, was het december en waren de dagen op hun donkerst. Kan het zijn dat ik vanmorgen je kat in mijn tuin zag, Doris? Best mogelijk, zei ze. Hij wil zo vreselijk graag naar buiten, hij is niet te houden. Net als de vogels in mijn tuin vind ik het, geloof ik, niet bepaald prettig. Geen aandacht aan schenken, zei ze. Bovendien geef ik me alleen het uurtje voor hij te eten krijgt zijn zin. Boven de S van het woord schoon, dat ze een kwartier eerder horizontaal had neergelegd, plaatste ze hui. Ze verwachtte dat Hartman zijn punten zou innen door een T op het premiehokje eronder te leggen. Maar na een strakke blik op het rekje letters pakte hij tussen beide duimen en wijsvingers een O en een N en legde die neer. Onschoon, las deze hardop. Wat is dat nou voor woord? Ik hoef het toch niet voor je te vertalen, zei Hartman. Misschien dat het in België bestaat, maar hier niet, zei Doris. Waarom zoek je het niet op?
Ik ga geen onbestaande mallotige woorden opzoeken. Ik geloof dat ik sowieso niet veel zin heb om te spelen, als jij op die manier wil winnen. Goed dan, zei Hartman en nam de O en de N van het bord. Ik leg wel wat anders. Ik maak het ongedaan. Aan het eind van schoon hing nu verticaal non. Doris moest letters uit het zakje halen en zag dat ze bij de volgende beurt post kon leggen. Ook Hartman moest kopen en deed dat met een zucht. Doris had de waarde van haar woord nog niet geteld, of Hartman legde alweer twee letters en vormde daarmee tut. Hij floot tussen zijn tanden, pakte de fles wijn en schonk haar bij voor ze haar hand op haar glas kon leggen. Ook dat nog, dacht ze gepikeerd. Hij wist dat ze niet meer dan één glas dronk voor het eten. Straks stond ze te tollen. Ze zei dat ze naar de keuken ging. Ze had zin om een klap onder het speelbord te geven, maar hield zich in en schoof het opzij. Iets te ruw, zodat enkele woorden in een bocht kwamen te liggen. In de marmeren hal greep de kou haar bij haar benen, alsof ze over sneeuw liep. En het enige aan haar lichaam, wat overigens behoorlijk op temperatuur was, waren haar hals en wangen. Dankzij de wijn, dacht ze, dankzij Frits, dankzij zijn geklier. Ze zette water op voor de rijst, linzen en tomaten, komkommer en in yoghurt met knoflook. Ze had helemaal geen zin om zich uit te sloven. Jan Willem streek langs haar benen. Ze schudde wat brokjes in zijn bakje. Het komt allemaal door jou, zei ze. Maar het zal mijn zorg zijn wat hij van je vindt. Toen de rijst bijna gaar was, ging ze naar binnen om de tafel te dekken. Hartman zat achter de krant van zaterdag. Ze hebben een oude vrouw gearresteerd die in meubelzaken bankstellen met een mes bewerkte, zei hij. Bijzondere hobby, hoor. Nijdig keek Doris zijn kant op. Waarom moest hij nou zo nodig oude vrouw zeggen? Ze sloeg het tafellaken open en legde het met een zwaai op tafel. Ik kan me overigens best voorstellen dat je ergens het mes in wilt zetten, zei Hartman. Ze plaatste de borden tegenover elkaar, het bestek ernaast, de kristallen messenleggers rechtsboven. Jan Willem sprong op tafel en begon zich te wassen. In het Engels bestaat onschoon wel, zei Hartman. Unclean. Bij ons kom je dan toch aardig in de richting met onhygiënisch. Er is zoveel waar je on voor kunt zetten, zei Doris. Onaardig, onaangenaam, onzin, ondier, zei Hartman. Jij keek naar Jan Willem, zei Doris. Wel nee, ik keek naar het gordijn dat bewoog. Jij keek naar Jan Willem toen je dat zei. Ik keek naar het gordijn en vroeg me af of je geen tochtstrip nodig hebt. Ik zag het toch, jij keek naar Jan Willem. Hartman ontkende nogmaals, maar het was of de tocht alles in de kamer had aangeraakt. De volgende dag kwam Jan Willem naar binnen gerend met een geknakte staart. Hij leek geen pijn te hebben, bedelde om eten. Op zijn kopje en rug zaten grijze stofdraden, alsof hij ergens vast had gezeten. Frits, dacht Doris, Frits heeft het gedaan. Hij heeft hem uit zijn schuur of in een van die stoffige kamers van me gejaagd. Ze zag voor zich hoe hij achter de kat aan ging, ondierschreeuwend en meppend met een bezem of een paraplu. De staart met de geknakte top deed haar denken aan een vlaggetje hoog achter op de fiets van een schoolkind en aan tekenfilms. Maar al had ze altijd om de fondsen bij Tom en Jerry gelachen, nu jankte ze zowat van woede. Ze zou het hem laten weten, de dierenbul. Zonder zich te bedenken liep ze naar de telefoon en drukte op geheugentoets F. Voor Hartman zijn naam had kunnen zeggen, riep ze: wie aan mijn kat komt, komt aan mij. Ik wil niets meer met je te maken hebben. Ze hing op en belde meteen weer. Dus ik ga ook niet met je naar de paljas. Je kunt je kaartjes houden en het kerstdiner kun je ook vergeten. Haar hart leek op hol geslagen. Zo aanstonds zou het stilstaan en zou ze in elkaar zakken. Ze sloot haar ogen en zag het doek met de koperen pot, het spel kaarten en de goudspijp. Ze zag de stoeptegels voor de etalage dichterbij komen. Maar toen de telefoon ging en ze haar ogen weer opsloeg,
bleek ze nog steeds naar haar eigen tijdse toestel met nummerweergave te staan. Hartman probeerde het die dag nog een paar keer, maar ze weigerde op te nemen. En al begreep ze dat een trotse man als hij moeite moest kosten bij haar aan te bellen, ze deed ook niet open toen ze me voor de deur zag staan. Nos Lippach was ze nooit geweest, maar een uur later vertelde ze een en ander aan Pia, haar werkster. Ik denk niet dat professor Jan Willems een klap heeft willen geven, zei Pia. Ze was de 40 gepasseerd, maar oogde als een teenager met haar paardenstaart, oorringen en strakke truitjes in roze, rood, paars of een combinatie ervan. Ik weet het wel zeker, mevrouw. Hij is veel te gek op u. Gek op mij? Hij is gek op niemand. Hij is zelf gek, of liever onwijs. Doris wankelde en zocht houvast aan de buffetkast. Nou ja, zei Pia, haar mouwen opstropend. Hij wil graag in uw buurt zijn. En dat zegt toch wat voor een man. Hij kan wel zoveel willen. Ik heb hem ook gezegd dat ik al helemaal niks met hem te maken wil hebben. Hoe moet het dan met de kerst, mevrouw? U zou toch samen naar de opera? En u had al een heel menu uitgedacht. Ik eet het zelf al op, zei Doris. Of ik gooi het allemaal weg, dacht ze. De tranen sprongen in haar ogen. Ze trok de bestekla open en ging met haar vinger over de dessertlepels. Wat denk je, Pia? Zou Wiesje me Jan Willem hebben gegeven omdat ze vindt dat ik een eenzaam oud mens ben? Zou ze toen al geweten hebben dat ze met de kerstdagen weg zou zijn? Ze zit helemaal in de Rocky Mountains met Gloria. Gloria en Excelsis Deo. Ze wankelde weer even. Hebt u soms een beetje gedronken, mevrouw? Nee hoor, zei Doris. Alleen een glaasje tegen de kou. Om 5 uur hoorde ze het busje van de Ronde Tafel. Een instelling die volgens Hartman beter de Tafelronde had kunnen heten. Ze kwam overeind van haar bed en loerde tussen de gordijnen door. Terwijl er een flart stampende muziek ontsnapte, zag ze in het licht van de lantaarn de jongen met het hoogblonde haar uitstappen. Met een doos van piepschuim, waarin de maaltijd nog 2 uur warm bleef, verdween hij achter de haag van Hartmans voortuin. Ze ging weer op bed liggen en luisterde naar de stationair draaiende motor. Nee, zei de jongen, het spijt me, maar op feestdagen bezorgen we niet. Jammer, zei Hartman, ik hoopte het even, omdat de kerstdagen niet in het weekend vallen. Ik dacht dat u bij uw buurvrouw onder de pannen zou zijn. Dat gaat niet door, ze is boos op me. Wat heeft u dan gedaan? Hartman keek in het jonge gezicht, wat schaal en bleek, een ringetje door de neusvleugel, pikzwarte wenkbrauwen onder geel haar, en zei, het is een vergissing. Dat is toch zonde als je oud bent, zei de jongen. Ik zou het maar gauw goed maken. Dat wil ze niet, geloof ik. De jongen grijnsde. Meisjes, hè? Het blijven meisjes. Onder het geluid van DJ Onions Breakbeat stapte de jongen in het busje en Hartman had even een visioen van een oerwoud in de Stille Laan. Rode kool met spek, wat te weinig zout, wat waterig en een groot liefhebber van vlees was hij niet. Hij at de helft aan de keukentafel en klapte de doos dicht. Binnen kroop hij in zijn leunstoel bij de kachel en nam zijn boek weer op. Een biografie over James Cook. Hij had de ontberingen langs de kust van Newfoundland, Kaap Hoorn en Tahiti meebeleefd. Hij had de inboorlingen door de ogen van een nieuwsgierige Brit gezien. Maar het lukte hem niet de ijskoude Beringzee door te komen. En toen hij s'avonds in bed lag en een deel Tsjechov opensloeg om zich te laten meevoeren in een verhaal, ook als het een triest verhaal was, liever zelfs, dwaalde zijn gedachten opnieuw af naar Doris. Haar stem, haar rustige, smalle gezicht, de manier waarop ze bewoog, de geuren in haar huis. Hij dacht ook aan Wiesje, die hem met een scheunt van pijn van zich zag afgesneden. Ondergedompeld in een gevoel van rouw, vroeg hij zich af of hij zijn testament zou schrijven. Alles zou hij Doris en Wiesje nalaten. Dit huis, zijn bibliotheek, zijn geld. Met dat geld zouden ze het huis moeten opknappen. Alle herinneringen in de donkere houtlagen opgeslagen, die moesten ze laten verdwijnen. Zijn blik gleed van de lambrisering naar de klerenkast,
waarvan de deur openhing sinds hij de scharnieren gesmeerd had. Zijn pakken en overhemden, zijn zomerjas. Als hij dood was, zou een vreemde hand ze van de kleerhangers nemen. Een onbekende man zou de kleren dragen. Dat is een chic pak dat jij daar aan hebt, zou iemand zeggen. En misschien was er wel een vrouw die zei, wat staat je dat mooi. Hartman voelde een jaloezie, waarbij die voor de kat in het niet viel. Hij gleed behoedzaam zijn bed uit om de deur op slot te draaien. Stramme benen. Ook 's avonds had hij daar last van. In de spiegel aan de binnenzijde van de deur zag hij zichzelf in pyjama. Als ik een zoon had gehad, zou die er later zo uitzien. Dan zou ik nu dus naar mijn oude zoon kijken en met hem te doen hebben. Voor Hartman was het of de dagen waren ingesmeerd met een lijm die niet wilde drogen. Maar ook Doris had nergens zin in en voelde iedere minuut haar ouderdom. Elke gedachte aan vroeger maakte de dag nog donkerder. En als ze aan de naderende feestdagen dacht, kreeg ze het desolate gevoel dat het beeld van een vracht natte betonblokken op een industrieterrein haar eens had gegeven. De dag voor Kerst had ze Pia bezworen dat het goed met haar ging. En tegen Wiesje die haar belde, had ze met haar monterste stem zelfs het woord uitstekend in de mond genomen. Ja, met oom Fris is ook alles uitstekend. 'S middags lag ze alweer lusteloos op bed. En toen er werd aangebeld, sprong haar hart even op. Maar ze zag niemand bij de voordeur en ging weer liggen. Hartman had zich niet eens verroerd toen hij de bel hoorde. Als iemand hem nodig had, belde hij maar een tweede keer. Captain Cook was door de inboorlingen omgebracht in de Kewalakakukabaai en het boek was dichtgeslagen. Van de krant had hij alleen de rouwadvertenties gelezen. 5 jonger dan hij, 2 van hetzelfde geboortejaar en 3 ouder. Toen de ronde tafel voorreed, leek het door het licht van de lantaarns, de koplampen van het busje en de lampjes in de boom aan de overkant of het al uren donker was. Zo te zien, heeft iemand u willen verrassen, zei de blonde jongen en tilde de in kerstpapier verpakte fles op die voor zijn deur stond. Van de zaak zit ook iets extra's in de doos, omdat het kerstavond is. Met dank aan de zaak, zei Hartman en gaf de jongen een flinke fooi. Onder zijn leeslamp bekeek hij de sticker met prettige feestdagen. Hij peuterde het plakband los en trok het papier van de fles af. Een eenvoudige Chianti. Doris was het eerste wat hij dacht. Met ingehouden adem keek hij in het papier om te zien of er een kaartje met een afzender in zat. Draaide de fles rond. Geen naam van een van zijn oud-collega's of vroegere studenten. Wie kon het anders zijn dan Doris? En waarom stuurde ze hem een Italiaanse wijn? Omdat ze wilde laten weten ze toch naar I Pagliacci wilde gaan? Omdat ze vond dat het spelletje, net als in die kleine opera, die smartlap van formaat, voorbij moest zijn? Waarom nog langer gewacht? Hij trok zijn jas al aan en haastte zich naar zijn buurvrouw. Het duurde even voor ze opendeed. Ja, Frits. Hij hield de fles tussen hen in en zei enigszins besmuikt, zullen we dan maar een glaasje drinken? Ik weet het niet. Ze boog haar hoofd en zag tegen de drempel aan een langwerpig pakje liggen. Ze bukte zich. Dus het was toch jij die... Hartman herkende het kerstpapier en de sticker met prettige feestdagen. Ik weet het niet, herhaalde ze. Dat jij het niet goed met Jan Willem kunt vinden, is tot daaraan toe. Maar dat je hem zo mep hebt verkocht, die staart van hem komt nooit meer helemaal goed. Ik begrijp niet waar je het over hebt, Doris. Als je maar niet denkt dat ik hem iets heb misdaan, zoiets zou ik toch niet kunnen? En waarom zou ik? Omdat hij in jouw ogen een ondier is. Ach, nee. Hij dacht er even over op te biechten dat hij de naam van de kat met geen mogelijkheid over zijn lippen kreeg en dat het daaraan lag, maar zei,
Het is een kwestie van wennen, Doris. Ik geloof zelfs dat ik een beetje mis in mijn tuin. Je laat hem niet meer uit, hè? Ze zweeg even, zuchtte en zei, goed dan. Ze haalde het papier van het pakje af. Een kerststaaf in een doosje. Niet van de goedkoopste supermarkt, maar of er amandelspijs en roomboter in verwerkt water waren, betwijfelde ze. Lekker, zei ze. En ook nog een fles Italiaanse wijn, zie ik. Ik heb je wel door. Je wil morgen zeker met me naar de paljas. De vraag, heb ik die fles dan niet van jou, brandde Hartman op de lippen. Maar opnieuw hield hij wijselijk zijn mond. Natuurlijk ga ik met je mee, Frits. Waarom trek je nou zo'n gezicht? Omdat ik zelf een oude paljas ben, zei hij met een lach. En maakte een theatrale buiging. Oh. En bij. Dankjewel. Mensje van Keulen voor deze twee mooie verhalen, ook mooi voorgedragen. We gaan nog even door met dit. Ik heb toch een paar keer gesproken, volgens mij. Ja. Nou, ah, ja, okay. Dat is alleen voor de goede verstaander, ja. Helder. Ja, okay. En misschien doen we nog straks één of twee vragen uit de zaal, maar we gaan nog, als het mag van je, ook als het niet mag, nog even door. In de stukken over jou word je vaak omschreven als een vrouw die meer met mannen omgaat dan met vrouwen. Je hebt natuurlijk wel een hele lieve partner, Hans, en je hebt vrienden, Maarten en Taart en anderen. Het valt me wel op dat in veel van jouw boeken, niet in alle, want die slager Engelbert is wel een soort vrolijke man, hè, maar bijvoorbeeld dit verhaal De Ring, dat is gepubliceerd een paar jaar geleden in een verzamelbundel, zit nu in een. Het staat ook hierin. Het staat ook daarin. Daar zit er een hele nare man, zeker Patrick, echt een lul van klasse, die een hele nare grap uithaalt met zijn vrouw met een trouwring die bij de Albert Heijn. Nou ja, goed, ik zal het plot niet zogenaamd. Heb jij de neiging om over foute mannen toch wel even scherp te schrijven? Of herken je je daar niet zo in? Nee hoor, ik heb nooit bewust gekozen voor. Ik ga alleen maar over slechte vrouwen of slechte mannen schrijven. Het is het verhaal dat iemand iets uithaalt. En ik heb wel gelezen inderdaad wat je net zei, dat ik vrouwen niet altijd al te vriendelijk zou hebben afgeschilderd. Maar ik heb dus nooit bewust die keuze gedaan. En volgens mij is het aardig in balans en is het gewoon, zijn het gewoon mensen. En is het voor een verhaal gewoon aardig als iemand inderdaad iets uithaalt en dat er een confrontatie of een lekker conflict is. En als er wraak wat zoet kan zijn. Of soms kan het alleen maar een mooi gevoelig verhaal zijn. Ja. Er staat bijvoorbeeld in Alles Raak een heel kort verhaaltje dat ik nooit gepubliceerd heb. Mm-hmm. Dat heet Verdriet. En ik wilde dat ook niet publiceren. Ik weet niet eens hoe lang geleden ik het geschreven heb, omdat ik het in mijn la vond toen er gevraagd werd in coronatijd of ik iets had. Iets had liggen nog. Ja, voor Spui 25, iets literairs. Nou ja, zei ik, nou, ik ga zoeken. Ik heb nooit wat in de la en toen kwam ik dat tegen. En toen ik het las, moest ik heel erg huilen. Dus ik begrijp ook waarom ik er niks mee deed. Maar toen leverde ik het in voor deze keuze. En toen de filmen dat het toch in moest. En ik heb het inderdaad, toen dit net uit was, ook weer ergens voor gelezen. En toen moest ik aan het eind, zat ik weer in tranen. Je schrijft. Dus het is niet alleen maar wraak. Nee, maar je schrijft over relatief kleine dingen over mensen, situaties. Je vergroot ze aan de ene kant uit, aan de andere kant maak je ze compact. Want je weegt en wikt elk woord. Elk woord is raak. Je hebt je dus nooit willen bekennen tot een school die of met heel veel straatrumoer of met grote maatschappelijke kwesties van klimaattransitie of de wereldoorlogen of andere grote kwesties zich bezighoudt. Je bent eigenlijk steeds trouw aan je eigen schrijven gebleven? Het is een constatering. Je hebt eigenlijk meer een constatering dan een vraag. Maar ja, je hebt ook nooit overwogen om een hele andere kant op te gaan. Ik neem het denk ik wel op voor gewone mensen. Dat, dus niet echt grote helden. Maar ik vind ze heldhaftig als ze juist met weinig wat van hun leven kunnen maken. Dat heb ik altijd gevonden, vind ik nog steeds. Mm-hmm. Ik hou sowieso niet van mensen die opscheppen en bluffen. En, mm-hmm.
Wat vaak mannen trouwens doen. Toch wel, ja. Ja, ja, ja. Maar er zijn tegen ook wel vrouwen tegenwoordig ook wel. Maar neem, ja, ik weet niet, bij de kinderboeken is het allemaal weer anders, want dan heb je hele andere personages. Ja. Nee, uiteraard, die heb je ook veel geschreven. Ja, maar... en, dan, en in zekere zin spelen er altijd wel kleine oorlogen. En ik vind, ik weet niet, ik weet ook wel dat non-fictie heel populair is en dat je natuurlijk daarin allerlei reisboeken hebt die goed zijn hoor, niks slechts over non-fictie. Ja. Maar de krant is ook bijna ook allemaal non-fictie. Dus waarom, ik begrijp ook, ik denk dat, dat de liefde voor fictie ook wel weer zal terugkeren. Dat mensen juist alweer behoefte hebben aan, een, aan iets compacts als een vertelling die puur omdat het zich echt helemaal in een andere wereld kan zetten. Ja. Maar bekijk je het leven met een soort milde ironie, jawel. Het tekort, de falende mens waar je ook wel een beetje om moet lachen? Is dat, dat is de optimistische kant, maar ik ben ook vaak wel ontgoocheld. Toch wel? Ja. Ja, en vooral als ik zie, en dat is toch voor mij nog een zwakke plek al vele jaren, als ik zie hoe mensen met dieren omgaan. Dat heb ik heel neem erg. Even slokje. Ja. Ja. Ga ik bijna weer huilen hoor, maar ga ik maar niet meer over praten, maar vind ik echt heel erg. Ja. Is internet een vloek of een zegen? Ik allebei. Ik las een stuk over jou op internet waar een zogenaamde fan allerlei vrij forse en grove dingen over meneer L. schrijft. En ook over een relatie met een vrouwelijke fan. En die gaat maar door en die kwakt dat op internet. En, daar weet ik helemaal niks van. Die ga ik straks even nog... Ja, ik googelde je. Dat is sowieso een gewoonte met ook heel grote risico's. Want iedereen roept maar wat. Ja. Maar is het een vloek en een zegen dus? Ja, allebei. Ik wil niet zeggen dat ik verslaafd ben, maar ik vind de iPhone een hele mooie uitvinding. Mm-hmm. Een smartphone. Je bent natuurlijk wel altijd bereikbaar, maar je kunt daardoor ook veronderstellen dat, ook al is Amsterdam hartstikke dichtbij, hè? Mm-hmm. Zeker als je het met de trein zou doen, is het net of je met de tram zit. Want als ik vanuit Zuid naar de Jordaan rijd, doe ik langer over. Ja, dit is Amsterdam-West, hè? Ja, precies. Maar en ik zou vastzitten in een file, wat in Nederland heel gewoon is. Dan kon ik de mensen bellen van, kunt u nog een uurtje wachten? Zo. Mm-hmm. Dus ik vind sommige moderniteiten toch wel heel plezierig. Ik was ook al vrij snel, had ik al een iPhone. Mm. Ja. En ik vind ook een computer wel een zegen. Hoewel ik alles nog met de hand schrijf. Je hebt gewoon net vragen. Ja? Vroeger met blauwe pennen, later met andere pennen. En je hebt Dus wat daaruit komt, filterstiften zijn ook fijn. Oké. Okay. Dat maakt helemaal niet meer zo uit. Je schrijft handmatig. Ja, ik schrijf nog wel alles met de hand. Mm-hmm. Toen de computer net uit was, ik was 86. Toen tikte ik erop en toen raakte ook alles kwijt. Gelukkig had ik het handschrift. Maar er was een half roman weg. Dat was Engelbert. Dat was vreselijk. Ja. En, ach nee. Maar gelukkig kon ik alles weer overtikken. Maar die tikmachine was wat dat betreft een hel. Omdat ik heel smetteloos wil werken. Dus altijd met Tippex in de weer was. Of allemaal weer een nieuw vel. Dus als ik nu uittik, dan is het schoon. Maar het betekent wel, weet ik ook, van uitgevers die veel manuscripten altijd vinden natuurlijk, dat ze vaak al denken van, oh, dit ziet er clean uit, het is gelijk op de computer geracht. Mm-hmm. En dan zijn mensen vaak niet erg zorgvuldig met hun taal. Ja. En jij... Ik denk dat je met denken, met schrijven, nog steeds een sterke connectie hebt voor je gaat tikken. Maar ik moet zeggen dat ik wel iets slordiger opschrijf. Van, ik kijk straks wel hoe het eruit ziet. Ja. En vroeger moest alles er al staan. Weet je precies. Ja. Ja. Die personage van Engelbert, je bent geloof ik geen uitbundige vleeseter. Hoe kom je erbij om een... Ik eet zelfs geen dieren meer. Nee, precies. Als het niet anders kan, vies. Want je bent ook, ik eet wel eieren, ik ben geen veganist. Maar je bent ook kandidaat Kamerlid geweest. Of duur. Lijstduur voor de Partij van de Dieren. In de Kamer gaan zitten. En ik denk niet dat er veel... Misschien kocht ik dan wel pistool. Dat is je gelukkig bespaard gebleven, die politieke loopbaan. Maar ik denk niet dat er veel Partij van de Dieren stemmers zijn die een boek over de slager hebben geschreven. Maar toen bestond de partij nog niet. Nee, dat is waar. Maar er waren wel vegetariërs in die tijd. Ik weet wel, ik in die tijd, ik woonde nog,
Ik was inderdaad begin 20, en ja, toen ik mocht stemmen, dat ik zelfs in Amsterdam naar partijen belde om te vroegen, heeft er iemand een huisdier? Zodat ik zeker weet dat ik op iemand ga stemmen die in ieder geval daar pietijd met dieren heeft. Ja, gingen ze, nou, dus, ging ik hoorlijk rondvragen bij de PSP en de Partij van de Arbeid. En ik kwam, of ze de dieren hadden. Weet jij of die een huisdier heeft? Of die... Zo. Maar hoe kwam je bij die slager? Had je die ontmoet? Nou, nee, dat was, bedacht, ik dacht juist van... Nee, maar dat kun je met een roman. Je kunt juist iemand die heel anders is tot leven wekken. Ja. Dat is wat je met een roman kunt doen. Wat je met fictie kunt doen. Dat is een uitdaging. Dat is een avontuur. Dus ik ging hem vrij vijandig te lijf. En liet hem ook flink ontrouw zijn aan zijn vrouw met een hoer die in de buurt woonde. Ploosje noemde ik die. En ja, die vrouw is dan heel vroom en die krijgt ook op de donder. Op een gegeven moment gaat ze verhuren aan het eind van de roman. En haalt ze, blijkt dat ze twee mannen, twee homo's in huis heeft gehaald. En heeft ze als katholieke vrouw wat moeite mee. God, maar het komt, en ze, ja, ik weet nog dat ze, dat vertel ik nu voor het eerst, dat ze bedenkt dat ze misschien voor straf hun playbos moeten afzuigen, schoonzuigen. Dikke bedoel ik. Ja, vreselijke dingen. Fictie dus allemaal. Ja, allemaal fictie. Kun je allemaal bedenken voor zo'n vrouw. Ultieme fictie is het. Ja. Maar Engelbert werd... ik zag alleen een nichtje van hem voor zich. De dochter van de schoonzuster van hem. Op wie die in stiekem eigenlijk, van wie die stiekem houdt. In plaats van zijn eigen vrouw. Maar dat wordt nooit wat. En dat meisje is een beetje zoals ik in het boek. Hm. En die heeft... die zou alle dieren willen redden. En die oom is dus slager van me. Dus gaat vreselijk tegen hem tekeer. Ja. Dat gebeurt erin. En dan zegt hij tegen haar, maar ik doe het voor jullie allemaal. Ik sla tot mijn enkels in het bloed voor jullie. En, en ik laat hem echt zelfs hakken in zijn winkel met personeel en alles doorzagen. Alsof ik het allemaal zelf beleefde. Maar doorgangs in het boek komt, wordt hij ook steeds sympathieker. Dat had ik niet in de hand. Dat is ook een mens. Hè? Ja. Ook een man. Dus hij eindigt eigenlijk ook vrij aardig. Ja. Ja. Je hebt met je heel veel prijzen gewonnen. De Constant Huygensprijs en ook al die Romein Verschoorprijzen. Vooral prijzen met vrouwennamen, geloof ik ook, in praktijk. Nou, de Constant Huygens was een man. Constant Huygens was een man, ja. Nee, dat is volgens mij wel een feit voor je hele oeuvre. Ja. Een beetje de onvermijdelijke vraag. Baal je er nou van of niet dat je nooit die Libris of ACO of hoe ze allemaal mogen heten? Nee hoor. Nee, dat is niet een soort frustratie. Vroeger waren er niet zoveel prijzen, dus dan was het niet eens aan de hand. En vaak zijn die prijzen ook heel erg commercieel bedacht. Ja. En competitie is verschrikkelijk. Want je beschrijft een keer dat je in het Amstel Hotel met allemaal champagne zit. Ja, nee, ik heb... Was je wel even nerveus dat je misschien nee, wel... Nee, ik geloof 13 longlists en 6 shortlists. Dus 6 keer is de kans er dat je dan zo'n commerciële prijs wint. Mm-hmm. En 1 keer was het inderdaad in het Amstel Hotel voor de Libris. En... dat was voor een verhalenbundel. Die heette Een Goed Verhaal. Er staan 8. Toen waren er nog verhalenbundels die konden winnen. Ja, dat was de laatste keer. Ja. En er was ook een Belg, een Vlaming, die ook een verhalenbundel had. Maar het waren allemaal korte autobiografische schetsen. En ik weet in het Amstel Hotel dat het op een moment suprême de lakei, laat ik hem zo maar noemen, statig binnenkwam met een groot dienblad vol met glazen champagne of cava, wat er ook in zat. En die kwam recht op mij af. En ik zag allemaal hartkloppingen. Oh my God, en toen zwengte die af naar de Belg. Ja, en toen wist je het. Ja. En je was niet heel verdrietig, toch? Nee hoor. Het was ook bijna een opluchting. Ja. En ik vind ook achteraf de longlist zijn het aangenaamste. Want dan zijn er zo'n 20 titels die uit de 300 zoveel titels dat zijn gered. Dat staat natuurlijk. Ja. En dan heb je niet dat rare gevoel van competitie. Nee. En bij 5 titels die overblijven, beginnen de zenuwen. En dan Dus je bent voldoende gelauwerd, geëerd. De andere dames, Arnie Romein en Charlotte Keulen. Dat waren de dames. Ja. Misschien, ja. De meeste prijzen gaan naar mannen, dat moet ik toegeven. Ze proberen het nu allemaal wel in te halen. Het gaat nu wel een beetje diverser en inclusiever, maar... Ja, er moeten nog andere, nog meer diversiteit aan kleven. En dan val ik er weer een beetje buiten, vrees ik. Je bent, gewoon ook weer nogal populair bij dertigers en jongere mensen. Heb je toch het vermogen om
vrouwen met name te portretteren als autonoom, zelfstandig, krachtig, waardoor je dat appel hebt op die jongere groep vrouwen. Het komt misschien ook door de dagboeken. Ja. Want daar ben ik natuurlijk, de hoofdpersoon is daar een dertiger in. En dat wordt heel sterk herkend. En het is goud eerlijk natuurlijk, die dagboeken. Mm-hmm. Je hebt niets bewerkt. En dan is er in de tijd niks veranderd, want al die jonge vrouwen hebben ook nog altijd last met liefde en of een kind of willen van een kind of sowieso van mannen om zich heen wel of niet, twijfel, onzekerheid, niet dat later als je oud bent helemaal overgaat, maar in die jaren is het toch allemaal wat sterker aanwezig. En het was ook hard werken voor je sjouwde met dat kind, letterlijk en figuurlijk, en die man die was overal maar niet de hele dag. Ik heb ooit nog een tweede huisje in Zeeland gehad. Was je? En dan met 3-4 katten achterin en een baby, een zuigfles over je schouder. Ja, dat was hard werken. Ja, maar dan ben je jong en heb je energie. Ja. Zijn er misschien mensen in de zaal die nog iets willen vragen? Want we naderen ook. Arno heeft de microfoon dadelijk, of bedient de microfoon. Ja? Ja, tuurlijk. Moment, dan komt de microfoon via Arno bij u. Dank je. Ik vind die foto ontzettend mooi en ik vroeg me af... Dit is een ad. De foto. Ik vroeg me af of het een kater is en hoe die heet. Het is een katertje. Boekie, en ik had daarvoor ook een albessijn die Bosi heette. Bosi. En dit is Bosi met een E erachter. En ik dacht, dan doe ik ook nog wat eer aan de midden van Oscar Wilde. Hoewel dat een hele nare man was, Bosi. Tenminste voor Oscar Wilde. Dus hij heet Bosi en het is een albessijntje. En hij is nu 6 jaar oud. Ja. Prachtige foto. Hij is inderdaad als een hondje. Je kan een bandje om. Hij en zit ja, hij komt altijd hij in mijn nek je. Liggen. Hij snapt tegen me zo, tegen me aan, spinnend pootje. Hij is weinig, hij miauwt niet veel. Alleen maar een heel kort tevreden klein geluidje. Heel veel mensen zeggen, maar ja, dat zeggen mensen al vaker met een kat natuurlijk. Ik heb heel veel katten, altijd gewone katten. Het maakt niet uit wat je hebt, maar ik wilde graag een keer een albessijntje. Want je hebt ook een boek geschreven over katten, hè? Het is net een puma. Ook een boekje geschreven over katten. Ja, kattentheater. Maar dat was de uitgever die wilde dat, al wat ik in die 50 jaar over katten had geschreven. Dus daar staat ook Donkere Dagen in. En alle kattenversen die ik heb geschreven. Ik heb veel kattenversen. En je was medewerker losvast van de Poezenkrant. Een van de weinige en bladen af en toe de Poezenkrant. Waar je werd afgeraden om een abonnement te nemen. Omdat die zo onregelmatig verscheen. Ja, en nu is het laatste nummer. Het is toch bij Atheneum hier in Haarlem te krijgen. Ja. Dus koop dat. Een prachtig blad, maar dat even terzijde. Zijn er nog andere vragen in de zaal? Ik kan nog een poezenvers doen anders. Kan je nog een poezenvers doen? Ja, waarom doe je niet even een poezenvers? Why not? Ja, ik heb er een heleboel. Het is kerstmis, dus we gaan gewoon. In dit boek staan er maar een paar. Okay. Maar er zijn in het kattentheater staan een heleboel. Even kijken hoor. Ik leg hem even neer. Ja, prima. Waar staat het? Hier staat het hele alfabet. Ja, dit is namelijk... Dan gaan we een beetje vooruit in de tijd. Dan wordt het, want het heet namelijk Oud en Nieuw. Nog een week. De kat is zoek. Ze weten zich geen raad. Chinese rollen knallen aan de gevels. Her en der hangen dichte rode nevels. Het regent rotjes in de smalle straat. Vergeefs roepen ze in die hel zijn naam. De glazen worden somber leeggedronken. Tegen de deur spettert een golf van vonken. Een vuurslang sist en knettert langs het raam. Een megabom ontploft. Ze horen niet wat er zowaar hun eigen huis in schiet, de gang doorvliegt en zich de trap ophijst. Van slag gaan ze uiteindelijk naar bed en zien dan hoe hun dierbare portret zich met het kattenluik heeft ingelijst. Prachtig, dank je. Nou, als je iemand een dikke kat kent, dan weet hij dat het wel eens kan gebeuren. Dat het, ja, zeker. Dat blijft hij vaststeken in het... we hebben ook een kat, die blijft ook regelmatig in dat luik steken. Dat is heel mooi. Ja, we roeien een beetje naar de kant, maar ik heb toch nog wel één, denk ik, belangrijke vraag. Ben je nou een optimistisch of een pessimistisch mens of iets? Je hebt al geschreven, het is altijd een mooie afwacht of je morgen wakker wordt. We leven in een tijd van ellendige oorlogen, conflict, tegenstellingen, vrij shittige verkiezingsuitslag. Het ziet er allemaal niet goed uit. Hoe hou je zo die spirit die je toch uitstraalt? Ik weet niet hoe ik het doe, en ik zie het ook somber in. Als iemand me vraagt wat ben ik wel
een pessimist. Hmm. Maar dat weerhoudt je er niet van om kennelijk te willen overleven. En daarbij gaat het dan toch, komt daar vanzelf uit voort dat je... Ja, ik moet om veel lachen, dus dat helpt. Ja, dat heb je altijd gedaan, hè? Ondanks alles. Ja, er is zoveel onverwachts ook. Ja. Alleen al mijn kleinzoon, ja, die wordt al 13 hoor. Maar je kleinzoon. Ik moet zoveel om lachen, ja. En ik moet om de kat lachen. En soms om domme dingen van mensen, maar ook om hele leuke, grappige dingen. Maar vaak, en zeker zoals de wereld er nu uitziet, denk ik... Ik denk toch wel geregeld van alles is aan het gaan. Hmm. Ja. Met al die diersoorten die uitsterven, natuurrampen. En, ja. En dan, ik geloof de mensen die zeggen dat alles goed komt. Ik wou dat ik ze kon geloven. Ik zou het willen. We kunnen maar, nog een heleboel doen, maar het ziet er niet geweldig uit. Dan denk ik, er zijn zoveel mensen op aarde die allemaal willen eten. Ja. Allemaal. En dat kan niet meer, alweer roofbouw. Ben je nog actief voor de Partij van de Dieren? Of was dat zeker... Ik vond het verschrikkelijk wat er allemaal binnen de partij gebeurd is. Ja. Wat ook onduidelijk, vaag is. Ja. Dus, waarbij ik ook denk, Jezus, het gaat toch om die dieren? Houd toch op met die menselijke onzin en sores en strijd. Ja. 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 Dus we zien jou niet in de gemeenteraad van Amsterdam toch... Nou, zo bij de lijkt me heel verstandig. Nou, tegen wie zou ik het allemaal moeten opnemen? Ik kan wel fel worden, hoor. Als het gaat om onrecht, word ik fel. Ja. Wat is je kerstwens om daarmee te eindigen? Oh jee, wat me dat nou van tevoren... Ja, dat toch, ja. Niks meer wordt je bespaard gebleven. Heb je nog een... ik wou zeggen laatste wens, maar dat is... Nee, ik heb geen... Dat is wel erg cru. Maar heb je nog, een stichtelijk woord aan ons mee te geven? Een beetje als een goedgezinde, niet verkeerde pater of non. Oh, lieve kinderen. Soms gaat er toch nog wel eens iets goed. En laat de volgende kerst, laat iedere kerst misschien een beetje aardiger nog zijn dan dat er nu in de wereld is. Ja. En wees goed voor de dieren. Als je goed voor de dieren bent, dan ben je het meeste ook voor de mensen. Ja. Zo klink ik nu stichtelijk genoeg. Dat is stichtelijk genoeg, dankjewel. Kan een aureool van heiligheid. Ja, het kan een aureool van heiligheid. De saint kan boven je hoofd. Okay. Dankjewel. Oh, je overvalt me. Dankjewel. Dank u wel allemaal. Voor dit prachtige optreden met je van Keulen. De nieuwe bundel. En de dundrukbundel van Oorschot zijn allebei te koop bij Kees Graflat en zijn equipe van de boekhandel. En ik dank hem en ik dank de equipe van de pletterij, Arno en Tony en de hele equipe, voor de prachtige mooie... En ik dank Jan Keizer voor de mooie uitgave. Dank Jan Keizer voor de mooie uitgave. En degene die de Eds gemaald heeft, Wild Landman. Zeker. En ik dank ook het publiek voor jullie aanwezigheid. En aan Jan Hoekema. Dank je wel, mensen. En volgend jaar om deze tijd zitten we hier met een gast van wie ik de naam nog niet zal onthullen. Maar het wordt een hele bijzondere middag. En dit was en is een hele bijzondere middag. Neem nog een drankje. Zalig kerstfeest. Ook zalig.